De Wesselingen zijn een boerenfamilie uit Drenthe, eigenlijk al 400 jaar lang. En je kan ook in Dwingelo bijvoorbeeld nog steeds Hotel Wesseling vinden en zo. En dan vind je ons burgerlijk familiewapen. Van mijn moeders kant is het afwisselend. Mijn opa is, of zijn moeder is van adel, van Waalwijk van Doorn. Hij trok ergens in Interbellum naar Indonesië, Nederlands-Indië. En daar heeft hij mijn oma ontmoet. En die is van een Friese familie. En die is op de tweede naar Indonesië gegaan. En daar hebben ze heel lang gewoond. Tot ze in 1956 het land uit werden geduwd. En mijn vrouw is Surinaams. Haar moeder is in Nickerie geboren, uit een Chinese familie. Haar vader is Creool. Die komt van, ik denk, een Joodse plantage, want hij is Zichterman. Dus zij is half. Mijn kinderen zijn dus super gemixt. Opgroeiend in de Bijlmer met veel Surinaamse vrienden en vriendinnen kreeg ik al les. En later, toen ik op Augustinuscollege zat, ook in de Bijlmer, hadden we ook zoiets van waarom staat die geschiedenis niet in onze boeken? Voor ons was het eigenlijk al in de periode van eind jaren 80, 90... hadden we het niet echt meer over racisme. Zeker niet in de Bijlmer. We voelden niet meer dat het speelde en voor mij was het nooit een ding. Totdat ik Quincy op tv zag. En dan zei ik, oh ja, het is nog steeds in de rest van Nederland zo. En daardoor begrijp ik de reactie van die nieuwe generatie vooral. Want die heeft een stem en die komt voor mijn gevoel ook in actie. En dat vind ik heel goed. En best behoorlijk veel later zijn er instituten die daar nu in meegaan. Zoals het Van Loon Museum, Amsterdam Museum en nu ook de Nieuwe Kerk. Hoewel dat gewoon meer over Suriname zelf gaat, maar toch. En die geven, denk ik, die generatie primair, maar secundair ook hun families een stem.